kijk vanavond op als jurylid, maar ik kom in als voorzitter van de jury, omdat de andere twee juryleden verhinderd zijn. Het artikel van het jaar is een, eigenlijk een feest dat we al een aantal jaren doen, waar we eigenlijk vanuit de redactieraad een heleboel suggesties krijgen van genomineerde artikelen, die verschillend van kwaliteit zijn, of algemeen goed, maar voor zijn naam niet genomineerd. En vervolgens gaat de jury aan het werk, en de jury bestaande uit Remco Bakker, die moet vandaag op de weeromstandigheden werken, Lambrecht Nieuwenhuizen, die heeft te veel druk bij de bank op dit moment, die zijn ook niet leuk, en ondergetekende met name Kuiper. We hebben 8 inzendingen gekregen van de redactieraad. En het was ons de nobele taak om daar een top 3 samen te stellen en uiteindelijk een winnaar. Dat is altijd leuk om te doen. Ik was ooit zelf hoofdredacteur van het blad, dus ik heb ooit meegeholpen aan het concept. En nooit geweten als je criteria opstelt, als je zelf moet toepassen, dat het best wel lastig is. Dus het is, altijd, het is leuk om criteria te verzinnen, maar het toetsen is altijd lastig. Ik zie iemand daar al achter en lachen. Jij bent straks aan de deur. De criteria die wij hanteren, dat zijn eigenlijk, is het opzet van het artikel duidelijk, is het helder geschreven, is het duidelijk wat de bedoeling is het leesbaar, is het ook voor de doelgroep geschikt, of ook buiten de doelgroep geschikt, is het iets vernieuwends, want eigenlijk, de informatie bevindt als we hier kijken, dat kan volgens mij al bijna 30 jaar nog steeds op dezelfde manier, dus we staan naar vernieuwende dingen te kijken. Maar wat veel belangrijker is, is met name, zet het de mensen aan het denken, roept het ze op tot actie of gaan ze wat leuke dingen doen. We hebben een top 3 samengesteld. En die top 3 in willekeurige vorm op orde zijn de 3 artikelen geworden van risicomanagement naar success governance. Rieks Joosten, die zie ik daar zitten. Een ander artikel is agile in informatiebeveiligingsprojecten. Nou, dat leek me heel leuk, want over het algemeen een project in informatiebeveiliging combinatie samen loopt al niet vaak lekker in ons vakgebied. Laat staan systeemontwikkeling in informatiebeveiliging, laat staan is ook een agile ontwikkeld. Dus dat is wel een hele mooie. En dan nog een artikel die te maken heeft met de brede datamelding van de consequenties daarvan. We hebben naar de criteria gekeken voor die 3 artikelen. En helaas, ze voldeden alle 3 in alle criteria. Dat maakt het als jury weer heel lastig. Dus wat hebben we gekeken? We hebben gekeken naar de verschillende artikelen. En ik zal er iets over roepen, met name risicomanagement. Dat was een mooi voorbeeld daarvan. Eigenlijk triggert het artikel je al in de inleiding. Want alle doofzaken worden aangeboden in het artikel. Maar het stimuleert ook wel om een terugkoppeling te geven die toegepast wordt naar de auteur. En dat vraagt ook om wat meer uitwerking voor de auteur voor een vervolg, vonden wij. Ik vond het een mooi artikel. Het tweede artikel, agile informatiebeleidsprojecten. Nou, daar hadden we echt van gezegd, leuk om te lezen, helder bewoording. De auteur neemt mee zijn eigen ervaring en schrijft het vanuit zijn praktijkervaring. Het is ook direct toepasbaar, met heel veel makkelijke quick wins. Maar ook daarvoor vonden wij, het is in 4-5 pagina's geschreven, een mooi concept. Maar graag zou ik nog een deel 2 ervan willen zien. De toepassing nog verder. Maar ja, je kunt niet altijd. Het derde artikel, de brede datamelding. Ja, het artikel verhoogt bij een van onze juryleden het bewustzijn om het een en ander nog beter te gaan regelen. Oftewel, de consequenties zijn duidelijk. Wie niet acteert, neemt heel veel risico's. Dat was iemand naar de bankensector die riep in de jury. Nou, dat vond ik wel aardig. Maar goed, wie is het nu geworden? Ja, de derde plaats is geworden. Rieks Joosten met risicomanagement naar succes governance. Rieks. Dan mag ik natuurlijk jou een prijs uitreiken voor de derde prijs. Het zijn cadeaubonnen van bol.com, alsjeblieft. Ik hoop dat het uitnodigt om wat te schrijven. Ik wil je even 1 minuut geven om jou te verrassen. Om toch nog eens jouw motivatie voor het artikel te geven. Dat vind ik wel leuk. De motivatie waarom je dit zo geschreven, die aanpak, is duidelijk een andere aanpak dan wij standaard gewend zijn van risicomanagement. Kost het weer omgegaan worden. Probeer het in 1 minuut. Ja, het is alweer een tijdje geleden dat gedaan is, dus al bijna 1,5 jaar, dus we weer teruggaan. Maar veel eerder nog, in 2010, in oktober meen ik, is het Sentinel article is verschenen, gesproken risicomanagement heette dat. Eigenlijk is dat ontstaan uit de ervaring die we hadden dat je een risicoanalyse kunt doen. En dat betekent soms dat je aan een grote ronde tafel zit met meer dan 15 mensen die heel verschillende rollen hebben. Bijvoorbeeld inkopers, netwerkbeheerders, mensen van de klanten, klantenhelpdesk. Die leven allemaal in verschillende werelden, die verstaan elkaars ideeën niet en die moeten dan met z'n allen kijken wat de belangrijkste risico's zijn. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Er is dan wel een lijstje natuurlijk, want dat is makkelijk.
Maar wat heb je er nou eigenlijk aan? Wat zijn dat belangrijkste? Dat was eigenlijk de aanleiding voor ons om te gaan denken van dit kan zo niet, dit moet anders. De mensen zijn beperkt en daar moeten we wat met ook in risico mee. Dus nou, dat heeft geleid tot het eerste artikel, heeft geleid tot het tweede artikel. Daarna nog een derde artikel moeten komen. Dat, wie weet gaat dat gebeuren. Ik kan jullie dat wel vertellen van de ideeën die zijn voor een week of twee geleden ingebracht in de ISO 27005 voor risicomanagement. Misschien gaan we ook nog naar de 31.000. Hij ziet in ieder geval in de volgende working draft, dat is nog, dus nog lang niet, hè, maar in de volgende working draft ziet hij in appendix E, waar iedereen in eerste instantie in kijkt, namelijk van hoe moet je dat doen. Dus als ik artikel niet in B verschijnt. Dankjewel. Ja, de tweede plaats is geworden. Het artikel komt op de brede datameldplicht, maar volgens mij zijn de beide auteurs niet aanwezig. Dat zijn Elfrink, dacht ik uit mijn hoofd, en Kortier. Nou, dan gaan we, die gaan we de prijs opsturen op een of andere manier. En natuurlijk blijft er eentje over, dat is natuurlijk de laatste. Dat was Agile in IB-projecten. En wat was daar het doorslaggevende? A, praktisch toepasbaarheid. En neemt u mee in de beleving waar je een vervolging kunt zien. Dat er al twee juryleden zeiden, eigenlijk allebei in de zin van, daar word ik blij van. Nou, ik vind het een mooie afsluiting. Dat is dus de eerste plaats voor de Thomas van voren. Hij is niet aanwezig. Jammer, ik heb een hele artikel geschreven. De jury gaat zich nu terugtrekken. U zorgt dat de prijzen worden uitgereikt. We komen volgend jaar weer terug in dezelfde samenstelling. Maar dat vraagt me wel wat van jullie. En wat er van jullie vraagt is enerzijds artikelinput. Ik ben geen hoofdredacteur. Niet meer, al heel lang niet meer. Dus Lex vroeg bewust aan mij van, stimuleer dat nog. Dus ik zie een heleboel mensen zitten die goed in het verleden geschreven hebben. Ook naar volgens mij nog steeds goed kunnen schrijven. Ik zal geen namen noemen, Ernst en Jury. Maar ik verwacht ook wel een artikel vanuit diverse omgevingen weer voor de toekomst. Dankjewel voor jullie aandacht.